Ja, dankjewel, Ferdinand. En ja, toen ik net binnenkwam, althans toen ik binnenkwam, stond nog helemaal niemand. En nu sta je hier. Dan vind ik het ongelooflijk mooi om te zien dat zoveel mensen toch de moeite hebben genomen om hier naartoe te komen de dag voor een Koningsdag. Om zoveel mensen te zien. En Gert-Jan, burgemeester, bedankt voor die mooie woorden. Het is en blijft bijzonder dat als je vertrekt of je ligt in je houten pyjama, dan krijg je complimenten. En ik geloof er altijd in dat het ook prettig is om tijdens je werk en wat complimenten te krijgen. Maar die zijn daardoor niet minder gewaardeerd. En burgemeester, bedankt voor het vertrouwen dat u altijd in mij heeft geschonken. Ook, maar ook een stukje gedoogsteun. U zei het al, er staat wel een atypische wethouder, atypische lokale burgemeester die een beetje wars is van decorum en allerlei dingen doen omdat het er nou iemand bij hoort. Ja, de groeten, ik doe dingen omdat ik vind dat het ertoe bijdraagt en dat het ergens toe dient. Maar troost u, u krijgt een nieuwe variant als lokale burgemeester, een jongere, een knappere versie. ONS heeft gemeente iets anders te moeten sturen, dus u heeft binnenkort een nieuwe boytoy. En dat kan Martijn heel goed, want dat deed je bij Hekelingen in de voetbalkantine, was dat ook een prima exemplaar. En ja, Gert-Jan, ik wist dat dit zou gaan komen. Bedankt voor je mooie woorden. Dan kijk je zelfs even omheen. Dankjewel. Ik wist natuurlijk dat ik vandaag aan de beurt zou zijn. En nou, de dingen die je beschreef, die kloppen ook. Daar is weinig aan gelogen. En ook de woorden die je gebruikt, zo zijn we helemaal gewend bij ONS met elkaar te praten. Alleen, klein lief opportunistisch stuiterballetje van me. Je bent natuurlijk één ding vergeten. Dat is dat ik het laatste woord ben. En op jouw afscheid, vier, vijf jaar geleden jouw afscheid, heb ik één anekdote niet verteld. Eén, omdat ik wist dat dit moment zou komen. En twee, je vrouw zou binnen zou. En ik weet dat die nu in Dubai zit, dus straks zeg ik een keer. Tot ziens. Maar heb je enig idee welke anekdote dat is? Want ik zal je helpen. Rabella de Faria. Ik ga je sparen, Brian, kom maar terug. Ik ga je iets vertellen, maar als je Gert-Jan in een paniekmodus wilt zien, dan zijn dat de allerleukste dingen om mee te maken. Dan is hij een paar weken lang van beleg. We hebben toen het ONS ongelooflijk in de zijk genomen, omdat er weer een realiteit van hem al gecreëerd die er helemaal niet was. Maar dan gaat hij in een paniekstand zitten, net als dat hij vannacht tot 3 uur deze speech heeft voorbereid, was zijn eigen speech. Dus Gert, ik zou je sparen, maar vraag je zo meteen aan de bar aan Gert even Rabella de Faria en vraag hem even om die anekdote toe te lichten. Ik kom even op die cadeautafel uit, want u heeft inderdaad in de uitnodiging gezien dat ik niet behoefte stel of geen bijstel op cadeaus. Dat is niet omdat ik, dat is omdat ik vind dat ik het hartstikke goed heb. En ik heb mijn werk gedaan eerder en geleden, dat is een goed betaalde baan geweest, dus ik vind het wel heel belangrijk dat u de moeite neemt om hier te zijn voor mij. En dat meen ik oprecht, dat is al enorm veel waardering. Plus het feit dat ik, als ik vraag om cadeaus, ik waarschijnlijk alcohol krijg. En ik heb 2 weken geleden ook iets gezien in de krant dat in ieder geval 30 minuten van je leven afhaalt, zo'n beetje. Dus ik heb nog wel even file, weet ik. Maar met dit soort dingen die je mij schenkt, nou ja, nogmaals, enorm bedankt. Maar het had niet gehoeven. En ik wilde ook niet op de kaart zetten dat u iets aan een goed doel zou kunnen doneren. Want ik vind dat dat vooral een afweging van u moet zijn. Maar bedankt. En er staat hier een dankbaar mens, en het woord dank zal heel veel terugklinken, maar ook met bepaalde tegenstrijdige gevoelens. Ik ben dankbaar omdat ik met een aantal colleges heb mogen samenwerken waar vertrouwen, collegialiteit, elkaar dingen gunnen, dus niet de macht van het getal, maar vooral samen proberen ergens aan het begin en de eindstreep te halen. Ik prijs me gelukkig dat ik daar een aantal colleges ook heb mogen, of meer in Nederland samenwerken, en ook een aantal gemeenteraden, die weliswaar een andere dynamiek kennen, maar ik prijs me gelukkig dat ik wat vertrouwen heb gekregen.